Vanmiddag, verwacht dat het niet leuk zou zijn. Vanmiddag. Nou ja, dat, die huilbuien, daar zag ik wel tegenop, ja. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Sergio. Nee, video moet ik zeggen. Kijk wel op mijn donder van René. Welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Sergio. René is vandaag weer voor de allereerste keer werken. En ik heb nog geen broek aan. Dat je het even weet. Jesse Silver ligt lekker te slapen daar. Achter. En we zijn vandaag voor de eerste keer alleen. Ik wilde gaan wandelen. Maar het is best shitty weather. Dus dat gaat hem niet worden. Vooralsnog. Misschien dat het nog een beetje... Ik zie verbetering. Oké, ik ga me eerst eventjes douchen en zo, want ik zie er niet uit. En dan, ik ben ook bezig met alle... Dat is beter. Ik ben ook bezig met alle kleren van René die ze uit de kast heeft geplukt. Om die eventjes te fotograferen en om daar mensen blij mee te maken. Want wij gaan ze wegdoen en... ja, er zijn genoeg mensen die kleren nodig hebben. Dus nou, we gaan ze natuurlijk... Even mooi op de foto zetten. En dan gooien we ze gewoon op Marktplaats en Facebook. En dan zien we wel wie erop reageert. Ja, ik ga even douchen. Nou, dat gaat hartstikke goed, joh. Kijk hem maar liggen spelen. Klein beetje helpen. Ja! Doe maar! Draaien! Goed zo! Goed zo! Klein beetje helpen mag wel, toch? Nou, we hebben het gewandeld. We zijn naar René geweest. Waar ze werkt. Een beetje licht. En boodschapjes gedaan. En nu is het tijd om te gaan eten. Want ik heb kapot veel honger. Dus ik ga lekker broodje maken. Met Turkse worst heb ik nog en iets zoets. Ja, ga ik doen. Oh ja, en die schoenen, ja, en het weer. En de rest. En oké. Koffie, eerst koffie. Kijk eens, poepie. Speciaal voor jou. Zo. Dat je zo hard weer gewerkt hebt vandaag voor het eerst. Voor jou. Vers visje. In tempura. En verschillende groentjes. En die lange, zeg maar, die vind jij heel lekker, want dat zijn lenteuitjes. En de rest is een beetje paprika. Champignonjes en broccoli. Lekker. Met een lekker sausje met sesam en een beetje ketchup. Het is een Japanse tempura. Oké. En in de verte zie je ook nog iets heel spannends. Dat is green screen, dames en heren. Daar gaan we ook nog wat mee doen. Maar dat houden we nog eventjes stil. Oh. Is niet lekker? Lekker. Smakelijk, baby. En we skippen naar de volgende dag. Ja, want René is werken de tweede dag. En daar ligt mijn kleine poepjesreetje. Mijn kleine drolly. Hi, moppie. Hij is nou even niet zo vrolijk, maar hij heeft wel lekker geslapen. Hé? Ja! Dus we gaan nou een flesje maken, hè? Yes! Kom maar, baby, kom maar. Oh jeetje, Ik heb een beetje honger dan, hè? Wil je lekker eten? Hij heeft hier wel weer onwijs lekker geslapen. Hij slaapt echt lang, jongens. En nou even een lekker flesje. Dus, en dan gaan we maar gewoon weer wandelen, want de zon schijnt. En we hebben toch niks anders te doen. Ja, oh ja, we moeten een pakketje opsturen. Alweer, want we hebben een leuk vest verkocht van René. Doei.
Het is toch een schatje. Ja, flesje. Heb ik jullie laatst verteld over het onwijs verdriet dat het mij doet als je zo tekeer gaat? Dat is natuurlijk super heftig soms, maar dit maakt natuurlijk alles weer goed. Lekker drinken, lekker tevreden. Die geluidjes ook, echt zo lief. Pak er even een doekje bij. Misschien kan die vallen. Misschien ook niet. Alles tegelijk, hè? Ja, die geluidjes zijn wel ontzettend schattig. Een beetje dat draaien en wiebelen van de voetjes erbij. En, ja, gewoon, ik kan er heel dag naar kijken. Als die stil is tenminste, dat dan weer wel. Nou ja, dan hebben we dus meestal de avondfles die vochten. Voor, nou, ik voelde iets trillen in mijn broek. Dan weet ik alleen niet of het Jesse was of mijn telefoon. Maar we hebben dus meestal s'avonds die vochten, dus een beetje die extra dikke melk. En ik vroeg me gisteren ineens af van ja, is het wel zo'n meerwaarde? Want die kost gewoon 2 keer zo duur. En dan hebben we dus gisteravond de gewone ethos gegeven. En dan heeft hij alsnog doorgeslapen tot 9:30. Dus wat mij betreft gaan we gewoon weer terug naar die andere voeding. Want het is mijn telefoon. Want dan doet hij het ook gewoon prima. Dus ja, waarom zou je dan andere voeding kopen als die ene gewoon goed is? En dan mag binnenkort. Dan zou die toch een poepen zijn. En dan mag binnenkort aan de flesjes. Dus, of flesjes. Aan de, wat is er? Zit er iets tussen? Mag ik eens kijken? Even kijken. Nee, is toch goed. Ja. Binnenkort aan de potjes. Dus even een beetje inlezen wat er. Niet zo eng. Niet zo eng, joh. Drink gewoon rustig. ja, wat er precies allemaal in mag in die hapjes. Fruitjes. Moet je die koken, moet je die bakken, wat mag erin zitten. Dus, ja, dat is wel erg leuk, want die wil ik dus wel allemaal zelf gaan maken. Half 10, half 11, half 12 zit nu een paar uur tussen. Iets minder tussen zijn eerste en de tweede fles. Nou, maar hij drinkt er niet minder om in ieder geval. Nou, bijna klaar. We gaan zo meteen weer lekker naar buiten. Er staat wel een windje, maar er staat ook zon. Er staat zon, er is een wind, er is zon, er is zon en er staat een windje. Kijk, komen er wel. Ja, ik vind het toch wel interessant, die kamer. Nu al, hè? Oké. We gaan lekker naar buiten. Zo leuk om te zien dat hij steeds meer ziet en echt bewust dingen gaat slaan en vastpakken. Zo, kijk dan jongens. Het is een beetje een drukke box, hè? Ja, hij vindt het leuk. Nou, die vermaakt zich wel. Ja, een doe Rich. Hallo. Even bijkomen, jongens.
En Jess? Pak hem. Nou, we hebben weer een onwijs veel gedaan vandaag. We zijn naar René geweest, we hebben boodschappen gedaan, dat had een beetje groente gehad op de markt. Altijd lekker. Ik heb een vlog klaarstaan voor morgen. En ja, een beetje opgeruimd zo. Ik zal je een beetje helpen, alsjeblieft. Nou, ik kan ook nog elk moment te horen krijgen van Radio 10 of dat de klus doorgaat. Ik hoorde in ieder geval dat John de Mol het heel erg leuk vond. Altijd tof om te horen. Ja, ik kan wel doen alsof het niks is. Hey, het zit op de lens. Maar dat is toch wel eventjes, ja, dat hoor je niet elke dag. Maar nu vind ik het tijd om eventjes een boekje te lezen. Mooi boek. Lees lekker weg. Nee, dat is niet waar. Het is best... Ja, je moet er wel van houden. Het gaat vooral over de mensheid en het ontstaan. En verschillende rassen en het dierenrijk en dat soort dingen. Ja, als je dus in de Bijbel gelooft, dan hoef je dit boek niet te lezen, denk ik. Want dan, nou ja. Ik denk dat je eigenlijk alles gewoon moet kunnen lezen. Zonder dat je er... Oké, goed verhaal. In ieder geval, ja. Dit verhaal staat natuurlijk haaks op wat de Bijbel zegt. Alleen ik heb de Bijbel nooit gelezen, maar ik weet wel een beetje de achterliggende gedachten ervan. En daar geloof ik niet in. Maar op zich zou ik best wel eens een keer de Bijbel willen lezen. Maar dan meer gewoon vanuit nieuwsgierigheid van hoe de boeken nou precies allemaal in elkaar zitten. Zo. Maar goed, dit is dus Sapiens, een heel mooi boek. Ik ga het nu lezen. Ik hoorde een dingetje in mijn broek. Nee, geen e-mail. Oké. Dus eventjes relaxen. Yay, mama's thuis. Ben je aan het schuren? Ja, dit zou moeten werken. Left the circle, right the circle. But you go circle. Right the circle, left the circle, right the circle. Ja. Yeah. Oh, glad hoor. En minder pijnlijk. Maar je been, dat duurt altijd zo lang. En om dat zelf te doen is het lastig. Doe je. Nou ja, succes zou ik zeggen. Waar is het van? Allure Crystal Pad. Onwijs killing, echt. Helemaal vet. Ik ga koken. Oké, papi. Oké. Hebben de honden al gegeten en uitgerust? Nee. Stitzel? Jazai Selva. Jazai? Nee? Bobby? Mamai? Mamai? What are we going to eat? Oh, nice for you to join us. I've got a real nice pork schnitzel with grilled bok choy and some vegetables with blackberries. Mm. Nee, even serieus. Poepie, ik heb voor jou, nou... Een schnitzel. Varkensschnitzeltje met gegrilde paksoi. En lekkere gehakte groenten zoals champignons, paprika, tangé. En de rest doet niet mee. Oh ja, broccoli. En een lekkere blauwe bes. Dat is heerlijk. Geeft extra aroma. Het smaakt heel erg lekker daardoor. Het is een beetje een zoet zoutje, weet je wel. Oh. Zoet zoutje. Hij gewoon naar voren om dat ding te pakken. Hij vindt het ook lekker, ja. En, en ik moet dus nog even wachten. Ik heb net bericht gehad van castingbureau dat ik tot maandag moet wachten op de uiterlijke bevestiging. Maar dat ik eerste keus ben. Dus dat is natuurlijk gewoon dankzij mijzelf en deze. Oh, sorry, ik had het niet.
deze leuke vriendelijke mooie blondine. Dus ja, nog even af hoor. Maar wel heel erg leuk, toch? Dat is wel een probleem. Smakelijk, baby. Heb je maar uit het slaap gewaakt? Ja, hij heeft wel echt onwijs lang geslapen. Ja. Eens kijken, hij ligt nog eens een... Cecilia. Het is zomeroutfit. Het komt omdat het gewoon... Even wachten. Een ottertje is. Een otter? Ja, hij zweet als een otter. Ja, als het kan, nog wel vlotter. Ga je naar dekkertje eten? Nee, ik kan niet dekkertje eten. Nee, dekkertje eten. Kijk eens. Oh, ja. Nou. Het is geen schroevendraaier. Ik dacht, kurkentrekker. Draai maar zo in, hoor. Oh. Nou, zo meteen eventjes verschonen. Zijn slaapzakje aan en dan kan hij meteen in bed. En wij ook, want morgen is het weer vroeg dag. Ja. Groenloe. Groenloe. Ben ik Groenloe? Nou, ik moet zeggen, het is me alles meegevallen de afgelopen 2 dagen. Hij is gewoon heel lief voor jou geweest. Ja. Ik vond het eigenlijk best leuk. Had je verwacht dat het niet leuk zou zijn? Vanmiddag. Nou ja, die huilbuien, daar zag ik wel tegenop, ja. En natuurlijk, het kan altijd nog komen. Maar ja, ik heb gewoon even lekker een boekje zitten lezen buiten. Hij dacht gewoon, ik ga even lief zijn voor papi. Maar ik denk dat hij inderdaad voorbij zijn sprongetje is. Dat hij gewoon even een lekkere periode doorgaat. Nee, hij is gewoon heel relaxed bij zijn papi. Ja, hij is gewoon heel relaxed bij zijn papi. Hij is gewoon heel relaxed. Ja. En lekker naar jou gewandeld. Ja, maar je merkt inderdaad wel dat hij gewoon een stuk rustiger is in zijn... Is een koppie. Ja. Dus, Nou. Ja, ik vind het fijner als jij erbij bent, maar... Je kan ook wel zonder me. Ik heb in ieder geval voor mezelf bewezen dat ik het gewoon wel kan. Alleen kleren kiezen, dat vind ik af en toe een crime. Ja, en waarom weet ik niet, want ik kan best wel kleren kiezen en combineren en dat soort dingen. Maar ik kan geen wegwijs in die kast. Ja, doei! Alsof het nou in de fucking kast ligt. Kun je daar geen labels bij hangen van, nou, dit is romper en dit is... Oké, nou, wij gaan lekker flesje geven en slapen. Dus vonden jullie dit een leuke vlog? Duimpje omhoog! Vergeet niet te abonneren, belletje te drukken. Belletje drukken. En dan zien we je bij de volgende vlog. Nou, een leuke reactie achter, dat vind ik ook altijd leuk. Ja, dat is lachen. En... Dan kunnen we reageren. Weet je wel, weet je niet. Nou, slaap lekker. Tot rust, jongens. Ciao. Ciao.